Weet je wat ik van jullie vind als medewerkers? Jullie zijn zo goed in je vak. Maar durf je ook te adviseren, echt te adviseren. Dus niet precies doen wat de klant vraagt, maar toch even uit de comfortzone. Bij wijze van spreken een mevrouw met een wat voller décolleté. Die heeft dan een trui aan met een ronde hals. Prima, niks mis natuurlijk. Maar we weten dat als je een hoge ronde hals hebt, dat het décolleté nog meer groeit. Dus het komt veel meer in beeld. Als ze dat wil, geen probleem. Maar een V-hals zorgt eigenlijk dat het voor haar décolleté beter is. Dus durf je te adviseren tussen de ronde hals en de V-hals. Dit is de 8, dit is de 12. Dat is één onderdeel. Een ander onderdeel is, we gaan het hebben over de print. Je hebt twee verschillende printen en het zijn dezelfde type broeken. Nou, de een is wat wijder en de ander is wat smaller, maar dit keer gaat het gewoon puur om de grootte van de print. Heb je een grote vrouw, echt een vrouw boven de 1,75, dan zou deze broek uitstekend staan. Maar is ze kleiner, dan zou de kleinere print beter staan. Maar het is aan jouw advies, want mensen weten dat niet. En weet je, jullie zijn zo goed. Maar vertel je het altijd tegen de klant. Dus één ding waar ik op hoop, vertel wat je weet. Dan word je nog duidelijker als expert gezien en wil die klant nog meer van jou kopen.